Deze kleine krokodillen zijn pas bevrijd en ook deze toucans zijn hier nog maar net. Sommige dieren zijn gewond, ze worden hier opgevangen en verzorgd. Particularmente acá en el zoológico, como parte del tráfico de animales, hemos recibido principalmente lo que son monos, tortugas, loros. Digamos, acá tenemos unos representantes de esos monos, los maquisapas, que son animales también bastante impactados y también están categorizados como en peligro. De opvangplek ligt in Peru, in Zuid-Amerika. Dat land staat bekend om de vele soorten planten en dieren die er leven. En dat is ook waar veel criminelen zich mee bezighouden. Zij vangen die dieren en handelen erin. De dieren waar dat het meest mee gebeurt zijn vogels, zoals papegaaien. Maar ook reptielen en apen worden veel als huisdier verkocht. Dat gebeurt op dit soort markten. Deze schildpadden bijvoorbeeld, dierenbeschermers nemen de beestjes mee. En ook gevangen kikkers worden in beslag genomen. Die waren te koop in een winkel. Niet alle in beslag genomen dieren kunnen zomaar worden teruggezet in de natuur. Sommige soorten worden met uitsterven bedreigd. Die worden extra goed beschermd. En hopelijk kunnen ze zorgen voor meer kleintjes. Los zoológicos que digamos tienen los profesionales, las instalaciones y la logística adecuada, pueden brindar condiciones que hacen que los animales se vayan adaptando a lo largo del tiempo. Entonces, ciertas especies se adaptan mucho más fácil que otras y se logran reproducir más fácilmente, ¿no?